hetzelfde plein, bijna op dezelfde plek en ook nog eens in dezelfde periode als vorig jaar 2014. Een erg populaire plek, hè, man. Maar heb je een verklaring ervoor, wetenschappelijk? Nou, er zou een imker in de buurt zitten die dan misschien net dat het dan hier toevallig, maar het zou wel toeval zijn. Toen koos het bijenvolk een boom uit. Nu had een struik vol met stekels de voorkeur. Ja, ze proberen in een korfje te krijgen. Imker Arnold Kool die maakt deel uit van de zogeheten zwermbrigade. Een soort hulpdienst door imkers, maar dan voor op hol geslagen bijenvolken. Kunnen mensen melden en, via internet en daarvoor via de gemeente en politiediensten. Dat ze dan imker kunnen bellen om de zwerm weg te halen. En dat noemden we maar de zwermbrigade. Dat is gewoon een lijstje imkers. Die met elkaar dus de zwermbrigade vormen. Ook in onze provincie. Schat dat het nog ging. Dus zo'n 5000 bijen zijn. Of lijkt het misschien voor jullie wel veel. 2 weken terug had ik er eentje. Daar zaten 30.000 bijen in. Dus dat was echt zo'n grote kluit. Volgens boswachter Frans Kapteins is het geen toeval dat de bijen weer het Baarsplein hebben uitgekozen. Geloof het of niet, vluchtende bijenkoningen die communiceren over de beste plekken waar ze zich kunnen nestelen. Aldus de boswachter. Vertegenwoordigt zoiets ook nog een waarde? Elk volkje is je krijgt steeds meer imkers. Dus op een gegeven moment kan je daar een volkje van opkweken. En dat is dan weer ook een economische waarde. Ja. Is dat het. Daar kan je het verkopen, maar ik heb zelf nog niet zoveel bijenvolken. Dus ik hou deze zelf al. Na nogal wat schudden en scheppen zit ongeveer de helft van het gevluchte volk in hun nieuwe huis. De andere helft ligt nog wat verward en bozig rond. Tegen het vallen van de avond zullen ze echter allemaal hun koningin hebben gevonden in de nieuwe korf. Het Baarsplein in Woudrichem kan zich beter laten omdopen tot Bijenplein. Want de kans is groot dat ze volgend jaar weer een bijenvolk op bezoek krijgen.